En ik zal u vertellen... Stichting Hoogvliegers is sinds zaterdag 25 juni de trotse eigenaar van een eigen ambulancetoestel. Het vliegtuig werd tijdens de jaarlijkse Hoogvliegersdag op Schiphol gedoopt tot Anne Cor. In het bijzijn van niemand minder dan Frans Bauer. Ik ben hier vandaag eerst plaats als gast. Maar ook een beetje omdat ik een gedeelte van het vliegtuig heb gesponsord. Samen met tal van andere mensen die zich hard hebben gemaakt om dit ambulancevliegtuig te realiseren. Ja, en nu is het belangrijk dat hij blijft vliegen, dus sponsoren blijven welkom. En ik hoop ook in de toekomst mijn steentje te kunnen bijdragen om het vliegtuig in de lucht te houden. Stichting Hoogvliegers maakt het mogelijk om ernstig zieke of gehandicapte kinderen zelf te laten vliegen. Voor meer dan 1250 kinderen per jaar komt deze droom uit. Zij zijn dan heel even zelf piloot. En de regen, die kon de pret zeker niet drukken. Ik heb gezien dat je zelf ook gestuurd hebt. Ja. Hoe was dat? Leuk. Heel erg leuk. Hoe ging het? Goed. Kunt u vertellen wat dit betekent voor Joshua? Nou, dit is een droom. Natuurlijk. Ja, het is gewoon een droom. Het is echt geweldig. Het is echt uniek. Ik heb geen woorden voor. Het nieuwe ambulancetoestel, een GA Air Van, is speciaal voor kinderen die alleen in hun eigen stoel of liggend aan boord kunnen. Waarom dit nieuwe toestel? Nou, omdat wij gemerkt hebben in de afgelopen 4 jaar dat we heel veel kinderen laten vliegen, ook zelf laten sturen. Maar dat we helaas een aantal kinderen moeten teleurstellen, telkens weer. En dat zijn kinderen die zo ziek zijn dat ze niet of niet meer uit hun bed kunnen komen. Omdat ze aan het sterven zijn of omdat ze allerlei spierziektes hebben. En toen hebben we 2 jaar geleden het plan opgepakt om een ambulancevliegtuig, het enige echte hoogvliegers ambulancevliegtuig, aan te schaffen. En het is gelukt. Victoren, kom maar aan. Hij zei ook, je mag niet naar beneden kijken, want dan word je misselijk. Maar ik deed het toch, want nu ben ik een heel klein beetje misselijk. Ik ben nog nooit in een vliegtuig geweest. Weet je dan wel hoe dat moet, het opstijgen? Nee, niet goed. Maar ik heb begrepen dat je zelf ook mag sturen, hè? Durf je dat? Ja. Ja. Het is echt ongelooflijk hoeveel steun we van Schiphol krijgen. Ze stellen hun materieel, hun mensen, hun infrastructuur ter beschikking. We betalen geen cent, zelfs niet aan parkeerkosten. En zonder Schiphol zou dit nooit zijn gelukt. Gewoon zelf gevlogen heb je. Ja. Heb je zelf gevlogen?